is woensdag 14 december in Delhi, India. En ik heb net mijn tweede ronde gewonnen van Omar Mossad met 3-1. Ik heb echt waanzinnig lekker gespeeld. Het voelde echt als een goede performance. Dus daar ben ik super blij mee. Ik zit nu met Cameron Pilly en Steve Coppinger aan het avondeten. Hoe gaat dit? Oh, he's fluent. The boys are actually addicted to this little game backgammon and eating pizzas. Guys, what's the overall score in backgammon games at the moment? $2. You're up $2. $2 up. Yeah. You're only playing for $2. $1 a game. That's all he's going to win as well. So. How much money have you earned in total now, Pil, playing backgammon this week? This week, almost more than my prize money. Ryan Cuskelly donated quite a large chunk of cash to me. How much exactly, Pil? He donated $140 to myself. Rosner is going to donate 30, but I can add on to that. Oh my god. And, Cops is up $2 now, but he'll be chipping in for me later on. Great. We actually, I'm just going to go back into Dutch, guys. Hey, go back into Dutch, we proberen, we hebben eigenlijk de afgelopen avonden hier gegeten en alleen maar pizza's besteld. Klinkt onprofessioneel, maar de pizza's hier, we worden in ieder geval niet ziek van deze pizza's. Dus never change a winning routine. Onze chef-kok die maakt nu onze pizza klaar. En we zitten hier met z'n drieën op een rijtje. Oh! Op een rijtje te kijken hoe onze chef-kok onze pizza's maakt. Dus ja. Beter ongezond eten en niet ziek worden dan gezond eten en ziek worden. Jongens, dit was het weer. Ik kom morgen of overmorgen weer terug. Hoi!